Deze weet ik. Een peeling. Ja, gebruik je ze vaak of niet? Ik gebruik ze thuis wel gewoon, maar inderdaad van die... Die kleintjes. Yeah. Ja. Oké. Okay. Nou, een peeling is een verzamelnaam. Ja. En er zijn verschillende soorten peelings. Je hebt er wat... Ja, maar ik ga het even wat... Ja, je hebt Jessner, je hebt... Heel veel verschillende soorten. Ja. Nou, wij gebruiken de peelings van Skintech. Gebruiken wij. Dat zijn eigenlijk... Het grote voordeel van die Skintech peelings is dat dat helemaal uitgedacht is. Dus om het heel erg betrouwbaar en consistent in effect te geven. Dat is echt heel prettig. Okay. En wij gebruiken dan meestal de TCA-peeling, okay. De diepe TCA-peelings. Omdat we vinden dus dat daar een toegevoegde waarde is. Want wat doet een peeling? Ja, een peeling kan je voor meerdere dingen gebruiken. Het zorgt ervoor dat het eigenlijk een soort scrub is. Ja. Scrub is. En het zorgt ervoor dus dat je ook hyperpigmentatie heel goed kan behandelen. Kan verminderen ook. Ja. En wat ook nog een belangrijk element is, is dat die huid toch ook weer wat gezonder, wat beter doorbloed wordt. Oké. Okay. Ja, en ja. Mensen die het gaan gebruiken, want het is een product dat je thuis kan gebruiken, nee, absoluut niet. Oh, oké. Okay. Nee, het is een... Mijn feelings wel. Jazeker. Nee, het is een product wat je echt door mij moet laten doen. Maar wat je ervan kan verwachten, nou, enerzijds wordt het gewoon aangebracht, dan moeten we het echt gaan aaieren. Want het gaat toch wel een beetje branden. Okay. En dan, dan heb je wel een hersteltijd van ongeveer een week nodig, want het gaat wel echt schilferen. Okay. Dat zijn jouw huisproducten, doen dat niet. Nee, gelukkig niet. Nee. En het effect is, ja, dat houdt ongeveer een jaar tot soms wel eens langer aan. En soms moet je dat herhalen. En, ja. Maar goed, de resultaten zijn er wel naar. En zeker als jij je stoort aan bijvoorbeeld ook poriën of aan die oppervlakkige pigmentatie, is dat gewoon een heel goed product om te gebruiken. Oké, dus... Peelings, het zijn niet de peelings die de meeste dames thuis in de kast hebben staan, want deze kan je niet zelf doen. Moet je echt laten uitvoeren. En wat er eigenlijk gebeurt is dat een stukje van de huid eigenlijk gaat afschilferen, waardoor je pigmentatie en roodheid en allerlei dingen kan verminderen. Ja, zo kan je het zeggen. Ja, is goed. Ja, is het goed? Ja, goed genoeg. Oké. Okay. Ja.